In de volgende tekst zullen we Zarathustra volgen in een iconische strijd met een of andere vuurdemon, die hij vindt in een rokende berg ergens op een eiland dat zich bevindt vlak voor de gelukzalige eilanden. Nu, om de tekst goed te kunnen begrijpen, zou ik u willen verwijzen naar een scène uit The Lord of the Rings, waarin Gandalf een gevecht aangaat met de Balrog, ergens diep in de dungeons van Moria. Als je die scène bekijkt, en ik heb een linkje gelegd op mijn website, dan zal je zien dat wanneer je de scène vergelijkt met stukken tekst uit de Zarathustra, dat daar mooie overeenkomsten te vinden zijn. Het is ook zo dat de tekst die we zo dadelijk gaan lezen, dat je die kan onderverdelen in twee delen. Het eerste deel is een situering van de ruimte, waarin het gesprek, eigenlijk de strijd tussen Zarathustra en de vuurdemon gaat plaatsvinden. En in het tweede deel heb je het actueel, het echte gesprek. Nu, het eerste deel ga je zien dat er bepaalde linken te leggen zijn met het passieverhaal van Jezus in het evangelie. En in het tweede deel zie je linken tussen enerzijds de tekst van Zarathustra en anderzijds de scène die je vindt bij The Lord of the Rings. Ik stel voor dat we de tekst stapje voor stapje gaan lezen, maar ik raad u, zoals ik juist gezegd heb, zeker aan om de scène uit The Lord of the Rings eerst goed te bekijken. Over grote gebeurtenissen. Het eerste deeltje van de tekst is een situering van de plaats. Er is een eiland in de zee, niet ver van de gelukzalige eilanden van Zarathustra, waar voortdurend een vuurberg rookt. Over dat eiland zegt het volk, en zeggen vooral de oude vrouwtjes uit het volk, dat het als een rotsblok voor de poort van de onderwereld is geplaatst, maar dat dwars door de vuurberg het smalle pad omlaag loopt liever, dat naar die poort van de onderwereld leidt. Dus probeer u voor te stellen hoe de scène in elkaar zit. Er is effectief een eiland, en het is een heel mysterieus eiland, want het volk heeft daar heel wat verhalen rond gebouwd. En vooral de oude vrouwtjes. En opnieuw verwijs ik naar die typische relatie die Zarathustra heeft met de vrouwen. En de oude vrouwtjes in de Zarathustra zijn diegenen die van die geheimzinnige, quasi-esoterische waarheden in het oor fluisteren. Zij bezitten een heel specifieke, geheimzinnige kennis. Hè. En de kennis is dat eilandje, dat het een soort van gate to hell is, dat dat effectief een poort is die leidt naar de onderwereld. En als je de scène van The Lord of the Rings gaat bekijken, dan gaat het gevecht tussen Gandalf en de Balrog zich afspelen effectief in de onderwereld. En op een bepaald moment zal een brug instorten waar die vuurdemon en Gandalf opstaan. En dan is de val naar beneden bijna eindeloos. En dus de strijdmakers van Gandalf, die gaan er eigenlijk vanuit dat hij volledig verloren is, maar hij zal uiteindelijk terug opstaan. Hij zal zich door de elfen laten genezen. En dan krijg je dat typische patroon van het sterven, de hopeloosheid en het verrijzen, wat dus kan geplaatst worden in het passieverhaal van Jezus, hè, en zijnzelfde structuur heeft. Ook de leerlingen dachten dat op het ogenblik dat Jezus stierf van het kruis, dat het dan definitief voorbij zou zijn. Je gaat ook zien in de tekst van Zarathustra dat er gezegd wordt dat Zarathustra naar de hel vaart. Hè. Dus ook dat zou dan gebeurd zijn, dat Jezus naar de hel gegaan zou zijn. In de geloofsbelijdenis wordt dat ook gezegd. Hè. Die neergedaald is ter helle en opgevaren is, enzovoort, enzovoort. En dus je krijgt die typische structuur van een eindeloze val naar de diepte, die hopeloos lijkt. Hè. Dus er is wanhoop, er is hopeloosheid, maar uiteindelijk is er terug opstanding. Je zal ook zien dat de vuurdemon op een bepaald moment gaat verdwijnen in de tekst van Zarathustra, maar dat er misschien ook nog een andere vuurdemon bestaat. En dat is interessant omdat een demon klinkt heel vaak heel negatief. Dat klinkt natuurlijk negatief omwille van het feit dat in horrorfilms demonen meestal niet de meest eenvoudige en sympathieke mensen zijn die je tegenkomt. Maar hier moet je wel oppassen, want er bestaat ook een vuurdemon die een gouden hart heeft. Hè. Dus de demon is diegene die u waarheden influistert, die u bepaalde zaken, zijn gedachten, hè, die bij u opkomen. En dus die hoeven daarom niet per definitie negatief te zijn. In de tijd nu dat Zarathustra op de gelukzalige eilanden vertoefde, geschiedde het dat een schip zijn anker uitwierp bij het eiland met de rokende berg. En de bemanning ging aan land om konijntjes te schieten. Dus bergop dat Zarathustra niet tot die bemanning behoort.
En die bemanning meert aan en gaat konijntjes schieten. Dat klinkt bijna idioot om erover na te denken. Ik heb u al op gewezen dat de dieren bij Zarathustra een zeer belangrijke rol spelen, maar dat het niet altijd zo duidelijk is wat de reden is waarom er nu over een konijn gesproken wordt en niet over een hert enzovoort enzovoort. Misschien is er gewoon geen reden. Ik weet in ieder geval niet waarom hij konijntjes gaat laten schieten, hè. Maar tegen het middaguur, en dat is wel een belangrijke. Het middaguur is meestal de climax van de dag. Denk aan het belang van het uur bij het Johannesevangelie, waarin God op een overduidelijke, ontegensprekelijke manier zal verschijnen. Het uur bij het Johannesevangelie. Dus er moet iets speciaals gaan gebeuren. Tegen het middaguur, toen de kapitein en zijn mannen weer bij elkaar waren, zagen ze plotseling door de lucht een man op zich afkomen. En een stem zei duidelijk: het is tijd, het is de hoogste tijd. Vergelijk met typisch, zoals ik juist gezegd heb, de tijd bij het Johannesevangelie is een climax in dat evangelie. En hier wordt er ook gezegd: nu is de tijd aangebroken, dit is de hoogste tijd. Maar toen de gedaante vlak bij hen was, ze vloog echter snel als een schaduw voorbij in de richting van de vuurberg. Zagen ze met grote verbijstering dat het Zarathustra was. Want ze hadden hem allemaal al eens gezien, behalve de kapitein. En ze hadden hem lief zoals het volk lief heeft. Dus met evenveel liefde als schroom. In dit stukje tekst zit heel veel in. Ik ga beginnen met het begin van de tekst, hè. Toen de gedaante vlak bij hen was, ze vloog echter snel als een schaduw voorbij. Ik verwijs hierbij naar het verhaal van Elia in het Oude Testament. Elia die op een bepaald moment de boodschap krijgt dat hij moet gaan optreden, die dat optreden absoluut niet ziet zitten en die zich eigenlijk verstopt onder een struik in de hoop dat God hem niet meer zal lastigvallen. Maar op een bepaald moment zoekt hij dan een teken van God. En hij gaat in gesprek met God. Hè? En God zegt van plaats u met uw hoofd tegen de rotswand. En dan gaat God voorbij in de wind. Dus eigenlijk staat er letterlijk in het oorverdovende geluid van de stilte. Dat is wel interessant, want er is een gesprek tussen God en Elia. Dus eigenlijk zou ik u de vraag stellen, ja, welk bewijs heb je dan nog nodig dat God er is? Want je voert al een gesprek, dat is één. Maar toch probeert de tekst een bepaald idee naar voren te schuiven dat God voorbij gaat als wind, dat je niet kan vastnemen, je hebt het niet, hè? Dus Zarathustra is ook een schaduw, dat wil zeggen enerzijds is die er, want de schaduw kan niet bestaan zonder Zarathustra, maar anderzijds is de schaduw natuurlijk ook niet fysiek, het omarmen van de persoon. Dus hij is er, maar tegelijkertijd is hij iets dat niet kan gevat worden. Zarathustra gaat voorbij. Maar dan, en dat is een belangrijk gegeven, dan wordt Zarathustra plots herkend met een liefde die eigenlijk een bepaalde vorm van dubbelzinnigheid met zich meebracht. Namelijk, enerzijds is het effectief liefde, anderzijds is het ook schroom. Nu, denk aan de Emmausgangers, het verhaal waarbij Jezus met twee mensen een hele wandeling doet. En pas nadien, helemaal op het laatste van de tekst, wordt Jezus herkend bij het breken van het brood. Ook hier in deze tekst wordt Zarathustra eigenlijk plotseling herkend. Dus er komt een gedaante aangevlogen, ze zien het niet direct. En dan op een bepaald moment wordt hij dan toch herkend aan die schaduw. Dat is een typisch beeld dat gebruikt wordt. Bovendien, hier wordt ook gezegd van kijk, er is een dubbelzinnige liefde. Het zijn de leerlingen ook die in paniek Jezus in de steek zullen laten. En die dus effectief denken, het is hier volledig voorbij. En anderzijds is er ook wel liefde. Dus het is niet een puur negatief gegeven. Het is niet een schandalig in de steek laten. Het is een heel menselijk gevoel van ja, liefde die op bepaalde momenten toch ook wel durft haperen. Ja? En dat is iets dat in de evangelies heel mooi wordt uitgespeeld. Petrus die dan op een bepaald moment Jezus verraadt, maar tegelijkertijd zegt Jezus, jij bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Dus die dubbelzinnigheid is natuurlijk weer zoiets dat voorbij goed en kwaad moet geïnterpreteerd worden. Kijk toch, zei de oude stuurman, daar vaart Zarathustra ter helle. Met andere woorden,
Het hele verhaal is achter de rug. Hij gaat naar de hel. Het is voorbij. Hm? In dezelfde tijd dat deze schippers bij het vuureiland landden, deed het gerucht de ronde dat Zarathustra verdwenen was. En toen men het aan zijn vrienden vroeg, vertelde die dat hij 's nachts scheep was gegaan zonder te zeggen waar hij heen wilde. Dus scheep gaan is weer het beeld van een heel avontuurlijke tocht die je maakt. Een gevaarlijke tocht ook. Iets waarbij dat je effectief een risico gaat nemen. Je plaatst je uit de gangbare manier van denken. Dus er is een typische voorliefde van Zarathustra voor de schippers. Juist omwille van het feit dat zij een zeer gevaarlijk, avontuurlijk leven leiden, effectief de veiligheid durven verlaten. Ja? En het gebeurt 's nachts. En bij de nacht zijn er ook altijd heel specifieke elementen aanwezig. Bijvoorbeeld het gesprek tussen Jezus en Nicodemus in het evangelie van Johannes gebeurt 's nachts. Dus in de nacht. Het kan zijn dat de nacht symbool staat voor iets heel negatief, iets duister, hè? Maar ook iets esoterisch, iets geheimzinnig. Er gebeurt iets dat het daglicht niet mag zien. Zo ontstond er onrust. Maar na 3 dagen kwam bij die onrust ook nog het verhaal van de schippers. En nu zei al het volk dat de duivel Zarathustra had gehaald. Zijn discipelen lachten weliswaar om die praatjes en een van hen zei zelfs: ik geloof nog eerder dat Zarathustra de duivel heeft gehaald. Maar diep in hun hart waren ze allemaal vol bezorgdheid en verlangen. Hun vreugde was dus zeer groot toen Zarathustra op de 5e dag onder hen verscheen. En dit is het verhaal van Zarathustra's gesprek met de vuurhond. Deze tekst bevat weer typische religieuze elementen, maar ook kan je de tekst lezen als een kritiek op het christendom. En laat me daar even mee beginnen. Jezus verrijst op de 3e dag. Je vindt in de Zarathustra een kritiek op Jezus, waarbij gezegd wordt dat Jezus eigenlijk een leven leidt dat eindigt op het ogenblik dat het zou moeten beginnen. Als de prediking van Zarathustra start, dan is Zarathustra even oud dan op het moment dat Jezus sterft. Dat is een belangrijk gegeven. Dus Zarathustra heeft een wijsheid kunnen opbouwen en Jezus is te impulsief geweest. Merk op dat de tekst zegt dat Zarathustra en zijn leerlingen herenigd worden op de 5e dag. Op de 3e dag is het Jezus die verrijst. Op de 5e dag is het een hereniging. Met andere woorden, er zijn 2 dagen extra. 2 dagen die meer de tijd genomen worden om introspectie, om volwassenwording van het denken. Niet de impulsiviteit van Jezus, maar wel het volwassen zijn van. Denk aan wat Nietzsche schrijft in Afgodenschemering, waarin hij zegt, kijk, voor het echte leven is 40 jaar jong. Dus je hebt tijd nodig om volwassen te worden in je denken. En Jezus is te snel gegaan en heeft dat met zijn leven op een bepaald moment moeten bekopen. Nu, wat ook heel belangrijk is in die laatste tekst, is dat er gespeeld wordt met de emoties die je ook kan terugvinden bij de leerlingen van Jezus op het ogenblik van de kruisdood. Enerzijds zien zij in dat de situatie hopeloos is. Ik bedoel, als mensen geëxecuteerd worden aan een kruis, zoals de Romeinen dat deden, ja, dan is er geen sprake van dat je dat overleeft. Dan is het einde van het verhaal. Maar toch tegelijkertijd zeggen de discipelen, ja, maar dat zal niet zo zijn, hoor. Ik bedoel, Zarathustra, dat is een heel sterke man en die zal, de duivel heeft daar eigenlijk geen partij tegen. Het is eerder omgekeerd dat de duivel zal moeten gaan lopen, bij wijze van spreken. Maar diep in hun hart zijn ze toch enorm ongerust. Hè? Ook het idee van, zou Jezus nu uiteindelijk de dood overwinnen? Is dit effectief het einde? Maar tegelijkertijd zo van, toch nog vasthouden aan de idee dat Jezus die dood kan overstijgen, maar ook geconfronteerd worden met wanhoop. Dus die 2 elementen, die emoties, zitten zeer sterk vervlochten in deze tekst. Ja. Er is bezorgdheid, er is verlangen. Er zijn praatjes, hè, en dus de legenden van het volk worden nog eens bijgestukt met allerlei andere praatjes. De roddelmachine komt op gang en de vraag is van wat
wat is er nu echt? Dus er is een onzekerheid die gethematiseerd wordt. Maar op de vijfde dag is er in feite in Sitrugrust. Want dan verschijnt Zarathustra terug onder de leerlingen. En dan krijgen die leerlingen een verhaal, een verslag, van wat er gebeurd is in de periode ervoor, namelijk het gesprek tussen Zarathustra en de vuurhond, die zich op dat eiland bevindt. Dus Zarathustra is van de gelukzalige eilanden in een Megamindi-stijl gecatapulteerd naar die vuurhond, heeft daar een gesprek gevoerd met die vuurhond en uiteindelijk heeft hij overwonnen. Nu, ik heb er juist gezegd, er zijn twee van die vuurhonden in het gesprek. En nu, op dit moment, gaan we starten met het eerste gesprek. En dit is het verhaal van Zarathustra's gesprek met de vuurhond. En nu moet je oppassen, want de tekst kan misleidend zijn. Je weet niet 100% wie de hij is. Maar we gaan even kijken. En je zal zien dat de eerste hij die je tegenkomt, dat naar alle waarschijnlijkheid Zarathustra zelf is. Hè? Dus de aarde, zei Zarathustra, heeft een korst. En die korst heeft ziekten. Een van die ziekten heet bijvoorbeeld mens. Een andere ziekte heet vuurhond. Daarover hebben de mensen elkaar veel voorgelogen en zich laten voorliegen. Om dat geheim te doorgronden stak ik de zee over en ik heb de waarheid naakt gezien, waarlijk barvoets tot aan haar nek. Ja, dus blijf de aarde trouw. Eerste gegeven. Dat betekent niet dat je als een soort van naïveling moet denken dat dan alle problemen opgelost zijn, want het trouw blijven van de aarde creëert natuurlijk ook wel een aantal uitdagingen, namelijk de mens zelf. En de mens die in staat is om tot grote hoogten te geraken, is ook in staat om diepe dalen te creëren. Dus de mens kan ook een ziekte zijn. Nietzsche speelt heel graag met het beeld van gezond en ziek zijn. Denk aan de prachtige opening van de Vrolijke Wetenschap, waarin hij zegt dat hij genezen is. Hij spreekt daar zo, ik bedoel, als het misloopt met de cultuur, is dat ook een ziekte in de cultuur. Dus met andere woorden, er is één van die ziekten en die ziekte heet mens. Maar tegelijkertijd is er ook de ziekte vuurhond. En er wordt heel veel over gespeculeerd, zegt Zarathustra. En om te weten wat er nu effectief aan de hand is, ben ik op zoek gegaan om het geheim te doorgronden. Denk eraan dat hij ook gezegd heeft, ik steek de zee over. De zee, heb ik in verschillende video's reeds op gezegd, heeft een heel dubbelzinnig karakter in de Bijbel. Enerzijds staat ze staat eigenlijk effectief voor de dood, maar anderzijds is Mozes wel in staat om die zee te openen en die dood als het ware aan de kant te schuiven. Nietzsche gebruikt ook vaak de zee als een gigantische hoeveelheid water die in staat is om vuil water van een zijrivier op te vangen en te neutraliseren. Dus opnieuw, denk altijd in termen van voorbij, goed en kwaad, want het is zeer verleidelijk om te denken van ah, dat is de goede en dat is de slechte, maar hier is het altijd heel dubbelzinnig natuurlijk. Hè? Merk ook op dat de tekst zegt, ik heb de waarheid naakt gezien. Een van de grote dromen van de filosofie is natuurlijk te kunnen doordringen tot de waarheid aan zich. En het is misschien een heel debat geweest in de geschiedenis van de filosofie, de vraag of bestaat er zoiets als de waarheid en is de mens in staat om die waarheid te doorgronden. En je zou kunnen zeggen dat heel veel filosofen met hun filosofie geprobeerd hebben om daarop te antwoorden. En merkwaardig is, hier zegt Zarathustra, ik heb de waarheid gezien zoals ze is. Dus ik weet nu hoe het effectief in elkaar zit. Het is de waarheid naakt, zegt hij effectief. Hoe het zit met die vuurhond weet ik nu en ook met al die uitwerp en onwerp duivels voor wie niet alleen oude vrouwtjes bang zijn. Met andere woorden, de vuurhond heeft een aantal companions, om het zo te zeggen. Hij heeft een aantal mensen die samen met hem de strijd aangaan en Zarathustra weet nu hoe juist die verhouding in elkaar zit. En nu krijg je een stukje van het gesprek. Hè. Dus jij, vuurhond, drinkt rijkelijk uit de zee. Dat blijkt uit je verzilte welsprekendheid. Voorwaar voor een hond van de diepte haal jij je voedsel te veel uit de oppervlakte. Hoogstens als buikspreker van de aarde beschouw ik jou en altijd wanneer ik omverwerp en uitwerp duivels hoorde praten, merkte ik dat ze net zo waren zoals jij, gezouten, leugenachtig en plat. Ja,
Het is niet zo dat de vuurhond dom is. Hè? Dat de vuurhond niet geslepen is. Dat hij geen diepte kent. Integendeel zelfs. Vergelijk met wat wat Nietzsche zegt over de priesters in de genealogie van de moraal. De priesters zijn niet dom. De priesters zijn sluw, zijn ontzettend slim en kennen een diepte. En dat is de diepte die eigenlijk de krachtigen, de sterken niet hebben. En het is juist omwille van het feit dat de priesters die diepte hebben, dat ze in staat zijn om de sterken te manipuleren, zodanig dat er een ommekeer van de waarde kan ontstaan. En dat diegenen die het eigenlijk niet aankunnen, de moraal gaan bepalen. Dat is de omwerping van de moraal. Het volledig omkeren van goed en slecht. Slecht betekent bij de genealogie van de moraal niet per definitie kwaad, maar betekent wel diegenen die slecht weg, zoals je het zou kunnen zeggen, diegenen die niet in staat zijn om vanuit een edel standpunt te bepalen van wat goed en kwaad is. Nu, dat is een belangrijk gegeven, want de vuurhond die heeft die diepte ook. En die heeft een welsprekendheid. En een beetje ironisch zegt Zarathustra, ja, voor iemand die zo uit de diepte komt, heel typisch wordt er gezegd in de filosofie van, dat is een diepzinnige gedachte, hè? Dus van iemand die uit de diepte komt, ben je eigenlijk wel heel oppervlakkig. Ik heb u door, je bent geslepen, je bent sluw. Hè? En ik weet hoe dat werkt, zie je? En je drinkt wel uit de zee, dus met andere woorden, ook de priesters zijn mensen die erudiet kunnen zijn, hè? Dus effectief ook heel veel informatie kunnen verwerpen, die geleerd kunnen zijn, maar die eigenlijk op een perverse manier met die geleerdheid omgaan. En dat is wat de vuurduivel eigenlijk ook doet. En al zijn medestrijders. Hè. O, omverwerpers, u bent in staat om te brullen en te verduisteren met as. U bent de grootste praatjesmaker en hebt genoegzaam de kunst geleerd om modder heet te koken. Dus hier wordt er ook gezegd van, kijk, wie in de samenleving heeft een stem? Is dat degene die staat te roepen en te tieren op de sociale media bijvoorbeeld? Of is dat iemand die bij wijze van spreken tientallen jaren zwijgt en dan pas plotseling na hoe nagedacht te hebben een standpunt verkondigt, maar dat niet gehoord wordt door de massa natuurlijk. Hè? En dus de vuurdemon die wordt wel gehoord, want die brult en die roept en die heeft omstaanders enzovoort enzovoort. En die gebruikt een geslepen een geslepenheid, een sluwheid, om die omstaanders naar zijn hand te zetten, zegt Zarathustra. Dus je hebt de kunst om modder heet te koken. Je probeert die beelden goed te vatten. Hè? Ik bedoel, de modder, dat is slijk, dat is viezigheid, er raakt aan in vervat, hè? Je kunt daar niet meer uit, enzovoort enzovoort. Vrijheid, bedoelt u allemaal het liefst, maar ik verloor het geloof in grote gebeurtenissen zodra er veel gebrul en rook omheen hing. Dus op dit ogenblik heeft de vuurduivel nog niet gesproken. Hij krijgt een pleidooi te verwerken van Zarathustra. En dus Zarathustra zegt, ik geloof niet in die gigantische verhalen die hij als vuurdemon naar voren schuift en die met heel veel lawaai worden verkondigd. En geloof me maar, vriend, de grootste gebeurtenissen, dat zijn niet onze luidste, maar onze stilste uren. Met andere woorden, op het ogenblik dat ik die grote gebeurtenissen zie afkomen, dan verval ik in een bepaalde stilte en neem ik daar afstand van. Ja? Niet om de uitvinders van nieuwe vormen van kabaal, maar om de uitvinders van nieuwe waarden draait de wereld. Onhoorbaar draait zij. Dus dat is wat ik er juist ook gezegd heb. Hè. Het is niet omdat je veel lawaai kan verkondigen, dat je veel blablabla bla bla kunt vertellen, dat je daarom zinvolle dingen zegt. Hè. Maar het probleem is, zegt Zarathustra, dat de boodschap waar het wel om draait, namelijk die uitvinding van die nieuwe waarden, die is onhoorbaar. Daar wordt niet naar geluisterd. En als je ook kijkt naar de verhalen uit de evangelies, moet je ook goed beseffen dat ondanks het feit dat er wonderverhalen verteld worden in die evangelies, dat er prediking is van Jezus enzovoorts verder, blijft Jezus wel met een relatief klein publiek achter. De massa neemt hem niet op
Integendeel zelfs, hè, de massa gaat hem kruisigen op een bepaald moment. En hier heb je hetzelfde verhaal ook, hè, de nieuwe waarden. Daar zouden we moeten mee bezig zijn, zegt Zarathustra. Maar daar, ja, die mensen hoor je niet, die zijn zelfs onhoorbaar, hè. En beken het maar, zegt Zarathustra, er bleek altijd maar weinig gebeurd te zijn nadat jouw kabaal en rook waren weggetrokken. Wat doet het ertoe dat een stad een mummie is geworden en dat er een standbeeld in de modder ligt? Nu krijgen we een aantal interessante beelden. Dus, er wordt heel veel kabaal gemaakt, er wordt een nieuwe way of life naar voren geschoven, er zijn grote gebeurtenissen. De vraag is... Heeft Zarathustra het hier al over het christendom? Dat is een belangrijk gegeven. Hè? Het christendom is zo'n grote gebeurtenis, natuurlijk. Maar als de rook wegvalt, als de mist optrekt, ja, eigenlijk was het letterlijk allemaal maar gebakken lucht, zegt Zarathustra. En hij gebruikt hier een heel interessant beeld. Hij zegt, de stad is een mummie geworden. Nu, de stad is heel belangrijk in Nietzsche's filosofie. Als je gaat kijken naar de tekst van de Dolle Mens, dan treedt de dolle mens op in de stad, juist omdat in de stad een smeltkroes is van allerlei nieuwe ideeën en daar ontstaan nieuwe zaken en dat breidt zich uit naar het platteland. Denk ook aan Zarathustra, die bewust de stad intrekt om zijn ideeën naar voren te schuiven. Hij wordt daar niet in gehoord. Dat is weer hetzelfde schema als we juist hebben uitgelegd. Maar in de stad ontstaat de verandering. Nu, wat blijkt? Die stad is gemummifieerd. En we krijgen alweer de eerste tekenen van de kritiek die Nietzsche heeft op het christendom, is dat God de mummie bij uitstek is. Hè? Dat is de blok beton die op je schouders weegt. Dat is een verabsoluteerd iets waar niks kan aan veranderen, waar geen vragen over gesteld worden. En de vraag is van... Is dat een blok beton die u neerdrukt? Of is dat een God die u doet leven? En dus de kritiek op het christendom is juist dat die God de mummie bij uitstek is. Zie je? En, dus, ja, en dat er een standbeeld in de modder ligt. En dat is een interessant idee, want je zou kunnen zeggen, als die God dan toch zo'n ongelooflijke blok beton is... waar dat je niks mee zijt, ja, laat ons dan gewoon een hamer nemen en die een blok kapot kloppen. Ja? Maar dat is natuurlijk misschien niet de beste oplossing, want als je een standbeeld, denk aan de iconische scène, op het ogenblik dat het standbeeld van Saddam Hussein naar beneden is gehaald, hè, kan je de vraag stellen, wat is er nadien in die samenleving effectief veranderd? Is een beeldenstorm wel de juiste manier om... culturele omwenteling te kunnen creëren, in de positieve zin dan uiteindelijk. Hè? Dus is het verstandig om de oude God vast te pakken en bij wijze van spreken met standbeeld en al de modder in te smijten in de hoop dat hij nooit meer terugkomt? Nee, natuurlijk. Hè? Want dat is juist een van de basisprincipes van Nietzsche's denken, is dat op het ogenblik dat God dood is, dat er een aantal andere goden staan te wachten om het verhaal over te nemen. Dus die God komt dan terug in een andere gedaante. Hè? Dus het is niet zo verstandig om zomaar te zeggen, we smijten hem weg en we doen alsof dat alles opgelost is. Ja? En dit zeg ik ook tegen de omverwerpers van standbeelden. Het is de grootste dwaasheid om zout in de zee en standbeelden in de modder te werpen. In de modder van uw verachting lag het standbeeld, maar dit is juist de wet van het standbeeld, dat uit de verachting weer leven en levende schoonheid voorkomt. Ja? Met goddelijker trekken staat het nu op, leidend, verleidelijk en voorwaar. Het zal u nog bedanken dat u het omver hebt geworpen, o omverwerpers. Maar deze raad geef ik aan koningen en kerken en aan alles wat afgetakeld en zwak van deugd is, laat u toch omverwerpen, zodat u weer tot leven kunt komen en de deugd tot u komt. Merk op, deze tekst is niet evident. Ik bedoel, als je opnieuw de vraag gaat stellen, is dit een snoeiharde kritiek, ongenuanceerd, of is daar nuance te vinden? Er is nuance te vinden, hè? Langs de ene kant zal Nietzsche de eerste zijn om die verabsoluteerde God te bekritiseren. Dat is een feit dat zeker is. Maar anderzijds is het zo echt wel sprake van gooi het kind met het badwater niet weg.
Het is niet omdat die God bestreden moet worden, dat alles wat in daaraan verbonden is, per definitie allemaal slecht is en dat je dat allemaal moet wegsmijten. Want als je dat doet, en dat klinkt een beetje ironie, ja, dat vindt die God geweldig. Ik zal een beetje vergelijken met, veronderstel dat je een bedrijf hebt, en dat bedrijf heeft het ontzettend moeilijk om te overleven. Wat doe je dan? Je gaat tabula rasa houden. Je gaat dat bedrijf volledig sluiten, en je begint iets nieuw. En je biedt misschien gelijkaardige producten aan, maar in een nieuwe setting, in een nieuwe verpakking, in een nieuw concept. En wat blijkt, dat het concept in staat is om die oude handelswaar, om die terug te doen herleven. Hè? Om die handelszaak terug te doen starten. En dat is een beetje ironisch. Dus als je die God met alles wegsmijt, en je doet dat zeer ongenuanceerd, zonder na te denken, je smijt het standbeeld in de modder, dan zou het wel eens kunnen dat dat het meest beste is dat je kunt doen voor die God, want dan kan die eigenlijk alles terug bij elkaar rapen en opstaan onder een nieuwe gedaante. En dus, met andere woorden, als je niet dezelfde mechanismes ontdekt in bijvoorbeeld de vergoddeling van het consumptiegedrag, als je niet ziet dat daar dezelfde mechanismen in zit, dat daar een God van de consumptie bestaat enzovoort, ja, dan ga je je opnieuw laten verleiden door diezelfde God. Hè? En dat tegelijkertijd, dat is een interessant idee, hè? Zegt de tekst ook, laat u toch omverwerpen, zodat u weer tot leven kunt komen en de deugd tot u komt. Met andere woorden, de vraag zou kunnen zijn van, als dit een kritiek op het christendom is, en ongetwijfeld is dat zo, misschien ziet Zarathustra dan toch wel een mogelijkheid voor de mensen die ooit gebukt gingen onder dat christendom, om zich opnieuw te laven. Dus het fascinerende aan Nietzsche's filosofie en het interessante aan zijn teksten is altijd dat je dat perspectivisch moet lezen. Je mag nooit denken van, dit is een kritiek op het christendom, einde verhaal, daar is niks positief in te vinden, er is geen hoop in te vinden. Integendeel. Dus mensen die bijvoorbeeld in deze situatie gebukt kunnen gaan onder de oude God, die eigenlijk volledig decadent zijn geworden, hè? Zoals Nietzsche zegt tegen zichzelf, van ja, ik behoorde er ook toe, maar er is wel een mogelijkheid om je te laven aan iets nieuws. En dus daar is een pessimisme, maar tegelijkertijd is er een hoop. En dat is heel typisch aan Nietzsche's filosofie. En nu spreekt de vuurhond. Zo sprak ik tot de vuurhond, zegt Zarathustra. Toen onderbrak hij mij korzelig en hij vroeg, kerk, wat is dat? Het is heel fascinerend dat plotseling het gesprek gaat over de kerk. En dus alles wat daarvoor ging, dat is niet, Zarathustra heeft niet gezegd van ik ga hier eens een snoeiharde kritiek op het christendom geven, maar de vuurhond is natuurlijk zeer geslepen en is slim en weet, dat gaat hier eigenlijk over geloof, over kerk, over God. En hij vraagt dan op de man af, wat is kerk? En dan antwoordt Zarathustra, kerk, dat is een soort van staat. En wel de meest leugenachtige. Maar zwijg, huichelhond, jij kent je eigen soort toch het beste. Dus fascinerend, hè? Dus de kerk, zegt Zarathustra, is vergelijkbaar met de staat. Met andere woorden, de staat kent een gelijkaardig mechanisme, is ook in staat om als een monolithisch blok te drukken op de onderdanen. Hetzelfde principe als de kerk. En de vuurhond heeft dat door en stelt eigenlijk de vraag aan Zarathustra van kerk, wat is dat? Vergelijk met zo'n typische teksten die je vindt in evangelies op het ogenblik dat er staat dat Jezus door de fariseeën op de proef werd gesteld en een vraag krijgt waar het antwoord eigenlijk al van geweten is door de fariseeën. En hier zegt Zarathustra, ja, maar jij weet dat, hè? Jij weet waarover dat ik spreek op dit moment. En toch stel je mij die vraag. Wil je me misschien ergens in een soort van val lokken? Hè? Zwijg, huichelhond. Jij kent je eigen soort toch het beste. Je weet toch hoe het werkt? Hè? Net zoals jij is de staat een huichelhond. Net zoals jij praat de staat graag met rook en gebrul om ons, net zoals jij dat doet, te laten geloven dat hij spreekt vanuit de buik van de dingen. Dus de kerk heeft de pretentie om te denken dat ze weten wat God denkt. En dat is een typisch mechanisme dat de staat heeft de pretentie om te weten
wat goed voor jou is en wat niet. Treed eigenlijk op als een soort van moraalridder, in de zin van de staat gaat u uitleggen wat het goede leven is. Als je dat leven leidt, dan ben je goed bezig. Als je buiten de lijntjes kleurt, ben je niet goed bezig. De staat die een controle uitoefent op mensen die eigenlijk voorbij haar bevoegdheid gaat. Ja. Want, en dan gaat het over de staat, hè. Hij wil beslist het belangrijkste dier op aarde zijn, de staat en de mensen geloven het ook. Met andere woorden, de mensen zijn erin mee. Dus het is een soort van propagandamachine die de kerk en de staat op poten hebben gezet en de mensen zijn daarin mee. Een heel interessant gegeven is dat in een samenleving zoals de onze, die heel sterk geseculariseerd is, en waarin mensen als eerste, bij wijze van spreken, er als de kippen bij zijn om te zeggen dat ze niks met kerk te maken hebben, toch merk je dat nieuws over de kerk bekritiseerd wordt, besproken wordt door mensen. En ook op het ogenblik dat mensen bijvoorbeeld op zoek zijn naar rituelen om in een huwelijk of een begrafenis of wat dan ook, dan wordt gezegd, ja, maar we gaan niet in de kerk trouwen. Maar ja, ik zou dan toch misschien toch liever een echte pastoor hebben. Hè? Niet zomaar iemand die dat doet. Dat is dan precies niet echt. Dus er is zo een dubbelzinnige verhouding ten opzichte van mens en staat. En er is enerzijds kritiek, maar anderzijds wil men daar toch niet volledig van loskomen. Ja? Dus men is, als het gaat over ethische kwesties, men is nog altijd verbouwereerd over bepaalde standpunten van de kerk, maar anderzijds is men er als de eerste bij om te zeggen dat de kerk volledig irrelevant geworden is voor het dagelijks leven. Dat is een heel interessante houding. Van wat is het nu eigenlijk nog? En dan natuurlijk, ja, op het ogenblik dat de vuurhond geconfronteerd wordt met Zarathustra's, Zarathustra heeft hem door, dan wordt het een beetje grimmig. En dan zie je, nu krijg je een stuk van de scène waar ik vind dat je heel mooi de parallel kunt zien, de strijd tussen Gandalf en de vuurhond. Dus die nijdigheid, de sfeer die daar optreedt in dat gesprek nu, is eigenlijk dezelfde sfeer als de strijd tussen Gandalf en de vuurhond. Hè. En je gaat het direct horen. Hè. Toen ik dat gezegd had, werd de vuurhond dol van nijd. Hè. Dus er staat niet van, hij werd een beetje boos, maar hij werd dol. Hè. De dolle mens. Dus de mens die volledig het noorden kwijt is, die volledig als een gek om zich heen slaat. Ja. Dus de vuurhond wordt volledig dol van nijd. Wat? Schreeuwde hij. Dus nu krijg je echt een explosie in de tekst. Hè? Het belangrijkste dier op aarde, en de mensen geloven het ook, en zoveel stoom en zoveel afschuwelijke stemmen kwamen er uit zijn muil, dat ik dacht dat hij van woede en nijd zou stikken. Ten slotte werd hij stiller en zijn gesnuif nam af, maar zodra het stil was, zei ik lachend, je ergert je vuurhond, ik heb dus gelijk met wat ik over je zeg. Dus na die gigantische explosie van woede wordt het stil en dan gebruikt Zarathustra een wapen, namelijk de lach. En de goden sterven volgens Zarathustra omdat ze zich doodgelachen hebben. Als je kan lachen met iets, dan ontstaat er een bepaalde gezonde afstand met dat iets. En op het ogenblik dat de lach aan banden gelegd wordt, merk je dat de vrijheid dat die verstomt, dat die verdwijnt. Ja? Vrijheid is er op het ogenblik dat er kan gelachen worden met iets. Op een correcte manier. Maar hier wordt de lach gebruikt als een wapen, want de vuurhond is razend kwaad en Zarathustra lacht daarmee. Ja? Je ergert je vuurhond. Ik heb dus gelijk met wat ik over je zeg. En om ook gelijk te blijven hebben, vertel ik je over een andere vuurhond. Merk op, nu krijgen we plotseling een ommekeer. Hè? Die spreekt echt vanuit het hart van de aarde. Met andere woorden, de tekst laat zien dat er geen hopeloosheid is. Er is geen hopeloosheid. Er is wel degelijk een vuurhond die spreekt vanuit het hart van de aarde. Het is geen verloren project. Ja?
Goud ademt hij uit, en goud glanzende regen. Dat wil zijn hart. Wat kunnen hem as en rook en heet slijm nog schelen? Ja. Met andere woorden, jij bent irrelevant. Hè? Nietzsche zegt dat op bepaalde momenten in teksten ook. Wat heb ik aan de meningen van anderen? Wat heb ik daarmee te doen met die meningen van anderen? Ik ben niet geïnteresseerd in... Ja, ik bedoel, ik ga me niet laten kapot maken, opzij plaatsen, juist omdat ik niet populair ben. Hè? En dus hier hetzelfde. Wat kan mij dat schelen, dat er vuurhonden zijn, enzovoort, enzovoort. Hè? Lachen komt eruit... Hem fladderend als bonte wolken, heeft een hekel aan het geborrel en gespuw en gekramp van jouw ingewanden. En nu komt een heel mooi stukje, maar het goud en het lachen, daar haalt hij het hart van de aarde, want als je dat maar weet, het hart van de aarde is van goud. Toen de vuurhond dit hoorde, kon hij niet meer naar me luisteren. Beschaamd trok hij zijn staart tussen zijn benen, beteuterd zei hij, waf, waf, en hij kroop zijn hol in. Dus in de strijd tussen Gandalf en de Balrog krijg je dat moment dat ze beiden... Gandalf staat op de brug en de Balrog staat voor de brug. Die is fysiek veel sterker dan Gandalf, maar Gandalf houdt een staf naar voren met daarop een soort van diamant die licht geeft. En dat eigenste symbool is in staat om die vuurdemon terug te dringen. Dus de vuurdemon hier kan de gedachte niet aan dat het hart van de aarde goud is. Dat kan die vuurhond niet aan. Hè. Dat is een brug te ver. En het is een beetje vergelijkbaar met kwaad dat alleen maar kan overleven omwille van kwaad. Denk aan de typische thematiek uit de Star Wars films. De dark side kan maar overleven omwille van het feit dat die continu gevoed wordt met haat. Op het ogenblik dat er liefde ontstaat, echte ware liefde, dan moet de dark side zich verwijderen. Dat kan die niet aan, kan het licht van de dag niet aan. Dus Zarathustra zegt van de vuurhond, kruipt terug zijn hol in. En Gandalf roept ook effectief tegen de Balrog, ga terug naar de diepten waar dat jij uiteindelijk vandaan komt. En dan krijg je die schitterende scène waar de brug instort en de vuurhond en Zarathustra naar beneden vallen in de eindeloze diepte, waar het voor de vuurhond uiteindelijk gaat slecht eindigen. Want Gandalf blijft hem achtervolgen, er ontstaat een strijd, en ja, de vuurhond overleeft dat niet, maar Gandalf wel uiteindelijk. Hè? Zo vertelde Zarathustra, maar zijn discipelen luisterden nauwelijks naar hem. Hè? Zo graag wilden zij hem vertellen over de schippers, de konijntjes en de vliegende man. Wat moet ik daarvan denken, zei Zarathustra, ben ik soms een spook? Maar het zal mijn schaduw zijn geweest. U hebt toch wel eens iets gehoord over de wandelaar en zijn schaduw. Maar dit is zeker. Ik moet hem meer in toom houden, anders schaadt hij mijn reputatie nog. En opnieuw schudde Zarathustra verwonderd zijn hoofd. Wat moet ik daarvan denken, zei hij weer. Waarom schreeuwde het spook? Het is tijd, het is de hoogste tijd. Waarvoor is het dan de hoogste tijd? Zo sprak Zarathustra. Opnieuw deed dat spanningsveld tussen een boodschap die levensveranderend is, die enorm waardevol is, maar die door de discipelen niet wordt aangenomen. Johannes Evangelie, eerste hoofdstuk. Jezus is het woord komt in de wereld, maar de wereld nam het niet aan. Ergens is er een blokkage, er is geen mogelijkheid van de discipelen om de waardevolheid van de boodschap, waar het echt om gaat in het gesprek tussen Zarathustra en de vuurhond, om dat al te capteren. Dat is blijkbaar onmogelijk. Hè? De discipelen zijn veel meer geïnteresseerd in datgene waar de vuurhond voor staat, namelijk de actie van de schaduw, het schieten van de konijntjes hè, en de vliegende Zarathustra. Daar gaat het om. Maar niet omwille van de inhoud.
En vergelijk met het begin van de Zarathustra, waar Zarathustra zijn speech komt geven in de stad en de mensen effectief dachten dat het ging om een onderdeel van een circusact. Dus ze waren niet mee. Ja? En is de grote frustratie ook geweest op het ogenblik dat Nietzsche eindelijk de opera van Wagner zag opgevoerd worden in Bayreuth, dat hij zag naar het publiek en absoluut niet het publiek zag dat hij had verwacht. Hè? Dus je ziet daar iets zeer waardevol, maar het wordt niet gecapteerd. En door het feit dat het niet gecapteerd wordt, kan het ook zijn waarde niet doen beleven. Ja? En ja, Zarathustra zegt dan, ja, maar ben ik dan een spook? Ben ik dan eigenlijk gewoon niks anders dan een soort van Megamindy-figuur of Megatobi-figuur, als ik het dan zo mag uitdrukken. Hè? En u hebt toch al eens gehoord over de wandelaar en zijn schaduw. De wandelaar en zijn schaduw is een onderdeel van wat gerekend wordt tot het tweede deel van Menselijk al te menselijk. Het is eigenlijk een boek op zich. En op dit moment, of heel vaak wordt er in de Nietzsche-commentaren gezegd dat de schaduw van Nietzsche, of van de wandelaar, is eigenlijk de dood. Maar je zou het volgens mij ook nog een beetje uitgebreider kunnen bekijken. De wandelaar en de schaduw is het onlosmakelijk verband dat er bestaat tussen jou als persoon en de issues waarmee je door je leven gaat. Hè? Dus je kan die niet zomaar opzij zetten. En bovendien zou het misschien zelfs onwenselijk zijn om dat te doen, omdat jouw issues ook een stuk maken wie je bent. Hè? En dus u hebt toch wel gehoord, zegt Zarathustra tegen zijn discipelen, over de wandelaar met zijn schaduw. En dat is een beetje praten in vain, om het zo te zeggen, want ook dat gaan die discipelen natuurlijk niet begrijpen. Hè? Dus wat Zarathustra hier wil zeggen aan zijn leerlingen is, of misschien aan zichzelf, want herinner je dat ik heel vaak gezegd heb dat die discipelen evengoed verschijningsvormen van Zarathustra kunnen zijn, dat het hele verhaal introspectie is. Hè? Dus u hebt toch wel gehoord van de wandelaar in zijn schaduw, maar het is misschien een retorische vraag, want Zarathustra weet dat dat niet het geval is. Maar, zegt Zarathustra, ik weet nu echt wel, ik moet die vuurduivel in het oog houden, want voor ik het weet, heeft hij terug zijn macht kunnen opbouwen. Ja? En dan komt er een interessant einde van de tekst, want Zarathustra zegt, ja, maar die vuurduivel, die dan geslepen en sluw is, net zoals de priesters in de genealogie, die beseft wel dat er een nieuwe tijd aankomt. Het is tijd. Maar Zarathustra vraagt zich af, waarvoor is het tijd? Hè? En dat kan een retorische vraag zijn opnieuw naar de discipelen toe. Maar het kan natuurlijk ook een vraag zijn naar zichzelf toe. Wat moet er nu eigenlijk gebeuren? Want cultuurkritiek is vaak heel eenvoudig te geven. Ik bedoel daar niet dat het gemakkelijk is, maar ik bedoel wel, het is relatief gemakkelijk om een kritiek te geven. Maar het is natuurlijk veel moeilijker om een oplossing voor iets te zoeken. En die oplossing daadwerkelijk te implementeren, dat is nog een grote vraag. En dus als het dan tijd is voor iets, waarvoor is het dan tijd? Merk op dat de tekst ook zegt, dat Zarathustra zegt, kijk, het gaat om de nieuwe waarden. En je kan je de vraag stellen of Nietzsche of Zarathustra effectief geloven dat er nieuwe waarden nodig zijn, of zijn die bestaande waarden van het christendom op zich niet slecht, misschien zijn die heel goed, maar moeten we die terug een bepaalde radicalisering toedichten? Moeten we die terug enten? Moeten we die terug grond geven? Hè? Is er een herwaardering van de waarden nodig? Met andere woorden, is er een nieuwe fundering nodig? Of zijn de waarden aan zich verkeerd? Dat is een discussie die in heel die Nietzsche-literatuur blijft doorgaan. En hier ook van, ja, maar Zarathustra weet het ook niet exact. Wat is de tijd? Waarom? Wat gaat er gebeuren? Hè? En dus daar zit je weer opnieuw in hetzelfde verhaal, dat heel de Zarathustra een weg is, een intellectuele weg, waarin hij op zoek gaat van wie ben ik? Hè? Hoe iemand wordt wie hij of zij is.